Imkerij Poppendamme heeft snel een nieuwe locatie nodig voor het bezoekerscentrum. Al op 1 oktober sluit de imkerij de deuren. Met de nieuwe eigenaar van het complex kon geen nieuwe huurovereenkomst worden gesloten. De hoop is nu gevestigd op een snel antwoord van de gemeente Veren. Wat we altijd gedaan hebben hier is een mix van commercie en educatie. Het is altijd een bezoekerscentrum. Mensen kunnen wat zien over de bijen, kunnen een kopje koffie krijgen, kunnen een potje honing meenemen. En willen dat gevoel willen wel echt vasthouden. En we zijn dus nu dringend hard op zoek naar een andere locatie waar het ook mogelijk is. En natuurlijk het jammer is op het moment dat je hier zit, zee van ruimte midden in de polder. En we zullen goed moeten kijken of we wat kunnen vinden waar dat ook allemaal op die manier mogelijk is. Het bezoekerscentrum is deze week nog geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur.